Isabel zijn gaan volgen op YouTube, maar ze heeft er geen zin meer in. Dus. Jullie hebben eventjes een uitleg nodig. Dit is Jill haar huis. Papa gaat lekker barbecuen. De verf zit erin. Het is allemaal gewoon een beetje veel. En... Help me, vrouw is klusje. Ja. Wacht zo. En de zondag heb ik verknipt, dus... Hallo allemaal, het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb vanochtend al lekker gesport. Er kwam een taxateur voor het huis, dus ik moest even weg. Net heb ik lekker geluncht en nu ga ik aan school in de tuin. Even lekker een beetje tennen. Ik ben wel echt nog mega moe en heel mijn rug doet echt pijn. Want ik had dus zaterdag open air en gisteren hadden Wilde Dag dansvoorstellingen. Als je dat nog wil zien, moet je even de vorige weekvlog kijken. Dat was echt heel leuk, maar ik ben nu wel echt dood. Nou, hoe voelt het om 26 jaar getrouwd te zijn? 24 jaar. Je zei net 26. Ja, het voelt als 24 jaar. Hoezo? Nou, omdat het korter lijkt. Ja. Maar, heb je tips en tricks? Ja, heb altijd vertrouwen in elkaar. En als iets was, dan gooi je het eruit. Nou ja. Ja? Ja hoor, tuurlijk. Dus jij zegt, jij bent de prater zogenaamd. Nee. Maar als iets dwars zit, moet ik elkaar zeggen. Dan krijg je wel eens een behoorlijk krijg, maar dat hoort erbij. It's all in the game. Dat jij dit zegt. Het is alweer dinsdag. Je meid gaat uiteraard deze sporten. Echt altijd als ik veel voor school moet doen, ga ik opeens heel veel sporten. Ik sport natuurlijk sowieso wel veel, maar... Dan ga ik gewoon elke dag. Een soort uitstelgedrag. Dus ik wilde heel vroeg gaan. Maar ik heb echt vanochtend best wel lang wakker gelegen. Dus dat is niet helemaal gelukt. Nou ja, het is nu 9:45. Dus ik ben om 10:00 naar de sportschool. Dat is prima. En daarna wil ik aan school. Ik twijfel nog of ik hier aan school ga of ergens. Want ik merk gewoon dat ik hier heel erg afgeleid word altijd. En als ik dan bijvoorbeeld... Weet ik veel, bij Coffee Company of zo gaan zitten, dan zitten er allemaal mensen om mee te werken en dan ga ik ook wat doen. Ik heb net gesport, het ging niet zo goed. Ik had echt geen zin gewoon. Ik ben trouwens niet naakt, ik heb gewoon een topje aan. Ik heb nu gedoucht en nu ga ik even weer aan school, zoals ik al zei. Echt. De komende dagen zullen wel zij zijn, maar het weekend wordt wel heel leuk. Ik heb namelijk vrijdag ga ik naar het strand met die meiden. In de avond hebben we een feestje op het strand bij Colorado. Zaterdag moet ik werken en zondag heb ik verknipt. Dus daar heb ik ook echt mega veel zin in, want het wordt mijn allereerste keer verknipt. Dus ik ben heel benieuwd. En het wordt echt 28 graden, dus dat wordt echt dood gaan. Nu ga ik even lunchen. Ik eet normaal altijd crackers met kipfilet, maar ik heb nu even zo'n groentewrap met kipcurry en kipfilet. Ik weet niet of het lekker is, maar ik had even... Oh, ik dacht dat ik pip zag zo. Ik word helemaal gek, joh. Ik had echt even geen zin in crackertjes. Ik ga even eten en dan ga ik naar buiten en dan ga ik de tuin in en dan ga ik lekker aan school. Ik hoop vandaag iets af te krijgen, dan ben ik blij. Ik moet vanavond ook werken, dus ik heb niet heel de dag de tijd. Mijn ouders zijn dus vandaag 26 jaar getrouwd, dus ik heb net even een bloemetje gehaald bij de Jumbo. Daar hebben ze altijd van die mooie pakketten, zo mooie boeketten. Zo, het is stervenzeet in deze auto. Ik ga hem snel opstarten, want dan ga ik naar mijn werk toe. Het werk van 7 tot sluit. Zo, ik ben echt veel te vroeg. Twee keer zat ik er mee, dat gebeurt ook nooit. Dus ik ben te vroeg, ja. Het is alweer woensdag. Ik was net met Fa en Dion aan sporten. Nu heb ik een lekkere lunch gemaakt. Ik heb volkoren crackers met kipfilet. Dan heb ik een eitje met tomaat en courgette in een pan. En dan kruiden. En nu ga ik even in de tuin zitten om dit eten. En daarna ga ik, je raadt het wel, weer aan mijn opdracht. Zo, ik heb even oude kleding aangedaan. Het ziet er echt niet uit. Want ik ga nu lekker naar Jilly toe.
Ik heb net echt wel heel productief gewerkt. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik had echt een goede hyperfocus te pakken. Dus dat mocht ook wel weer een keer. In de tuin, nota bene. En mijn benen zijn... Je ziet zelfs heel mijn laptop in mijn benen staan. Nou, nu zie je het niet. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus dan, nu ga ik lekker naar Jill toe. En haar vader gaat vanavond ook pannenkoeken bakken. Dat kan heel goed. Dus dat wordt gezellig. Nou, we zijn er hoor. De meid is lekker bezig. Ze eerst alles stof vrijmaken. We gaan al die balken gaan we wit verven. Ja, dit is echt niet normaal. Dit was eerst een zwijnenstal. Letterlijk. Nou, dit is echt... Dit is boven en dan heb je nog beneden. De derde hulptroep is gearriveerd. Jij kan anders ook gewoon die witte pot pakken. Nou, we zijn nu bezig. Dit is wit. Moet je maar een hele dag om laten vallen. En nu dit. En dit. Nou, helemaal leuk. Klusvrouwen. Help een vrouw is klusser. Ja, zeg het ook al. We zijn hier lekker bezig. We zijn bijna klaar. Maar je moet wel sowieso nog een laag overheen. Kijk, daar is Fleurtje. Nou, helemaal mooi. Oh. Helemaal leuk. Nou jongens, hoe vind je zelf dat het gaat? Wat goed. Jongens, we gaan lekker de pannenkoeken van Sander eten. Super lekker. Dit zijn de beste. Fleur heeft voor het eerst gegeten. Nee, 10 out of 10. Ja, dit is amazing. Tegenwoordig vlog ik. Ik ben de pannenkoekenkoning van Watering en Omstreken. Ik ben nu voor deze ladies. In te huren. Nou, in te huren dat weet ik niet. Alleen voor speciale gelegenheden. Maar welke krijgt Fleur? Fleur die krijgt de pannenkoekpoelman. Ja, heel benieuwd. PP. Hola. Woep woep. Nou, dit is Jill haar huis. Hier kom je binnen. Hier komt iets op mijn fiets op. Hier is de woonkamer. Heb je hier de keuken. Heb je hier nog een tuintje en een vlonder. Helemaal leuk. En daar komt Florina. Met de verf. Hoppa. Anita's in de huis. We gaan even een klolletje rozen hier en een klolletje rozen daar. Kijk ze gaan, kijk ze gaan. Oh, ik We hebben beneden ook alles gedaan, de eerste laag. En hier al die balken. Ja, je ziet het er nu nog een beetje doorheen, omdat het de eerste laag is. Maar al deze balken hebben we allemaal wit geverfd. Ze waren eerst allemaal zwart. As you can see. Maar ja, het moet er waarschijnlijk iets van 3 lagen op of zo. Dus dit is het gangetje beneden. En dan hebben we boven ook nog alle balken wit geverfd. Dus we zijn echt lekker... bezig geweest. Kijk, daar heb je er hoor. Zit lekker op haar gezicht en in haar jaars. Wit, je knot is ook wit. Echt? Ja. Nou, dit was gelukkig al gedaan. Het wordt ook echt heel mooi. Keukentje. Ik weet niet of je het al laat zien. Je moet achter een bakkeltje. Nou, we zijn net even langs een nieuw huis gereden. Ik heb het van Jill laten zien. En nu Fleur is al naar huis. En nu zijn we naar McDonald's. Ja. Even de nieuwe Mac verkennen hier. Alleen de pinautomaat hadden de storing. We stonden in de McDrive. Dus nu is Jill naar binnen om het daar te bestellen. Want ik kon alleen contant betalen. En ik had nog maar 5 euro. Contant. Dus Jill is nu even halen. En dan gaan we lekker eten. Dus helemaal leuk. Duurde even, maar dan heb je ook wat. Tuurlijk. Weinig saus. Lekker. Ik heb alleen met M&M's vanavond. Ik had er even zin in. Waarom is dit? Ik haat de Mac. Lekker. We hadden extra saus moeten zeggen. Ik had het moeten zeggen. Ja, nou ja. Was het druk of niet? Ja, tering weinig personeel. Ja, dat kan. Ik ging het bestellen. Ik moet mixen. En toen kreeg ik geen nummer. Dus ik dacht, welk nummer vind ik niet? Chill. Ik heb die omgeroepen. Dus toen zeiden ze nummer 2, dacht ik, zag ik 2 met Furry, zag ik heel. Nou. Cheers. Ik heb lekker in de tuin gewerkt.
heerlijk. Het is echt bloedheet gewoon. Maar het is nu 3 uur en ik moet om 4 uur werken. Dus ik ga me nu even klaarmaken daarvoor. En even die olie van me afhalen, want ik had al gedoucht. Maar ik heb net haar helemaal bruin opgesmeerd. Heel slim. Heb je nu wel echt wel bruiner geworden. De nieuwe slippers. Maar je ziet dus hier waar mijn laptop is gezeten. Nou, hallo allemaal. Het is vrijdag en we zijn op het strand. Ja, het is echt lekker rustig nog. Het is 11 uur geweest. Jolijn is er ook. Hoi. Ik zal even zo wachten zoeken. En dadelijk gaan we lekker flaneren. Ik heb echt zin in een drankje. Dus, maar eerst lekker op het strand. Nou, we zijn lekker even bij Zuiderstrand geweest. En nu zijn we weer terug, hebben we een rozeetje gehaald. Kijk, nog even... Ah, het viel over me heen. Nog even flaneren, meiden. We zijn nu lekker bij Fa. Hoi. En deze meiden hebben heel goed gekookt. Wat hebben jullie gemaakt? Een pasta salade. We gaan nu even goed eten. En dan gaan we naar... Collo. Zin in. Iris, de eerste keer. Hebben we er zin in, meiden? Even een outfit check. Wie is er ready? Niemand. First we have Irish. I love it. Oké, zonnebril uit Spanje. Top Zara. Hoekje Ruma Conceptor. Nice. I love. Dan hebben we mevrouw Schmidje. Waar is alles van? Oh, het wordt altijd zo makkelijk dan. Die is van, allemaal van Zara. Zaar. Tasje ook. Tasjes van Isabel. Van de Zaar. Het is goed, hebben we helemaal leuk. Sokken van Nike. Je hoofd is van Monique en Carlo. Ik heb een topje aan van Jolijn. Geen idee waar die van is. Een rokje van de Zaar. Van Vaag. Kabelaarsen. Tasjes ook van de Zaar. En mijn oorbellen zijn van Taar. Kennen de outfit? Helemaal leuk. Bijna. Be ready. Jongens, het is echt 38 graden voor mijn gevoel. En de gig, of hoe heet het? Viper. Die voelen we wel. Wat heb je daar nog wat over te zeggen? Wat zeg je nou? Ik zeg dat het 38 graden is, volgens mij. Ja, het is echt zo warm. Draaierig. Wat een woord van het water. Als ik dan dit zie, ben ik zo blij dat ik lekker dicht bij het strand woon. Zaterdag. Ik heb er al een dagje werken op zitten. Ik heb hier even de gordijnen dicht voor de warmte, want het wordt hier altijd heel warm. Ik zou nu eigenlijk naar mijn nagels gaan, tenminste om 7 uur. Maar ja, het is zo warm en ze hebben nog niks tegen de warmte in haar huis. Dus we gaan nu even verplaatsen. Mijn ouders die gaan nu barbecue met vrienden en ze hadden gezegd van je mag ook wat mensen uitnodigen. Dus Jill en Fleur komen dadelijk gezellig hierin en dan komen ze gezellig barbecuen. Ik heb net lekker gedoucht, want ik was echt helemaal bezweet. Het was zo warm en druk op werk. Niet normaal. Gisteren was echt heel leuk. Colorado, happy feeling. Het was echt gezellig. Alleen vond wel de muziek een beetje tegenvallen. Omdat het soms een beetje eentonig was, vond ik. Maar ja, het was wel heel gezellig gewoon. Het was heel lekker warm. Zelfs toen we naar huis gingen om 12:30, hadden we nog niet eens een jas aan. Dus dat was mega chill. Het was vanochtend wel even pittig, want ik moest dus om 8:30 op werk zijn. Maar I survived. Dus dat is top. Nu ga ik even op die mei. Ik ga vast naar beneden, want die vrienden van mijn ouders zijn er. En dan komen die meiden elk moment. Morgen ga ik naar Verknipt toe. Mijn allereerste keer Verknipt. Ik heb er echt mega veel zin in. Met mensen van mijn werk, dus dat is ook echt heel leuk.
Dus daar zou ik ook veel filmen. En het wordt dus echt 31 graden in Utrecht. Oh my god. Ik ga echt dood. Afgelopen tijd. Maar ik ben er weer. En gisteren was ik naar het strand met Jill. Lekker bij Wanna gezeten. En daarna moest ik werken om 4. Dus we waren er al om 10 uur. En mijn werk is aan het strand. Dus dat was top. Maar ik moest echt tot 2:30 door. Want het was zo druk gisteravond. Dat we pas om 9:30 dicht gingen. Toen moesten we nog alles schoonmaken. En nu kom ik van het kruidvat. Hier helemaal verstrand uit. Echt, mijn make-up zit overal. Nou, raad de waarde van deze producten. €50. Jawel, jawel. Love being a woman. Maar ik zal even laten zien. Ja, deze wimpers, die hebben ze bijna nooit. Maar die zijn heel mooi. Ik heb gelijk 2 meegenomen. Waar zijn nou die andere? Deze elastiekjes gebruik ik altijd voor mijn haar. Die zijn niet zo schadelijk. Tandenborstel. Highlighter was op. Dit is heel chill voor je lippen. Foundations. Dit is een best wel donkere en een lichte. Kan ik mengen. Deo. Deze gebruik ik altijd. Heel chill. En dit is een olie. Ik hoor dat haar alleen maar bruin niet zo goed was. En dat het heel snel weggaat. Dus ik ga even deze proberen. Dan haarverf. Mijn haar is heel erg opgelicht. Dus ik ga het zelf proberen te verven. Deze had Jill aangeraden en een kwastje erbij. En dat was het. Dit. Kindje gaat verjaardag vieren. Kindje. Ja, mag het? Kindje. Je kindje. Nou, kind, ik ben 22. Nou, gedraag je dan ook eens een keer als... De verf zit erin. Het ziet er echt zo donker uit. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik moet nu 1.5 uur intrekken. Oh my god. Nou, het is echt heel goed gelukt. Als je kan zien. Nou jongens, dit is de day after, maar het is best wel donker. Ja, je ziet het nu niet goed. Ik heb net lekker gewerkt van 9:30 tot 5:00. Toppie. Nu ben ik onderweg naar huis, ga ik lekker eten. Dus ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben gewoon te vroeg alweer. Ik ben echt trots op mezelf. Ik sta bij de sportschool even op vat wachten. Tenminste, ik kon echt net aanrijden. Maar we hadden 15:45 afgesproken. Het is nu 10:00. Dus ik ben heel erg proud. Ik ben heel erg misselijk ook. What the fuck? Nou, papa gaat lekker barbecuen. De rest is arrived. Ga je mij nu echt van heel dichtbij doen? Nee, zo. Leuk, en nu wachten op de rest. Het is echt heerlijk weer. Ja, het is echt top. Hey Sean, kijk eens Don. Ja, oma. Isabel zijn gaan volgen op YouTube, maar ze heeft er geen zin meer in. Dus dat was nee. Top.
Ik vergeet het gewoon elke keer. Maar, dus we hebben nu lekker gewerkt. En we hebben een drankje gedaan. Lekker, lekker. En hoe laat is het? 2:30? Ja. En let's go. Hallo guys, jullie hebben eventjes een uitleg nodig. Aangezien mijn upload heel slecht gaat, film heel slecht gaat. Afgelopen weken. Ik film alles dus nog steeds met mijn telefoon. En die zit gewoon hartstikke vol. En elke keer wil ik dingen verwijderen, maar ik ben gewoon super druk ook. Waardoor ik de tijd er niet voor vrijmaak om de telefoon uit te zoeken. Nou ja, ik begin er wel vaak aan, maar dan doe ik elke kleine stukjes. En uiteindelijk staat er nog heel veel op wat er af kan. Daardoor zit het vol. Moet ik met Snapchat filmen? Kan je maar een minuut filmen? Soms kan ik het niet eens opslaan via Snap, omdat die zo vol zit. En ja, dan gaat de spontaniteit om even iets leuks te filmen als je wat aan het doen bent er helemaal af. Want dan moet ik eerst allemaal dingen verwijderen en dat duurt veel te lang. Ik heb er nog geen zin in of geen tijd voor. Dus dan film ik maar niet of hele korte stukjes. Dat is dus nu gebeurd. Maar als het goed is ben ik over 2-3 weken klaar met school. Tenminste, ik heb dinsdag een deadline die ik niet ga halen denk ik. Dus dan moet ik voor de herkansing gaan. Die is over 2 weken daarna. En dan als dat goed is, ben ik dan daarna klaar. Dan wil ik er echt alle tijd en energie in gaan stoppen. Maar de meeste mensen die mij kennen, weten dat ik gewoon echt afgelopen tijd mega druk ben. Ik vind het gewoon heel moeilijk sowieso om die te zeggen tegen dingen. Dat is een beetje mijn eigen valkuil, mijn eigen dingetje. Maar ik werk best wel veel ernaast. Ik sport best wel veel ernaast. Ik feest best wel veel ernaast. Ik wil familie zien, ik wil vrienden zien. Noem het maar op. Zo. Het is allemaal gewoon een beetje veel. En dadelijk als ik mijn kansing heb gehad. Want ik weet nu al dat ik mijn deadline niet ga halen. Dan wil ik er even alle tijd en energie in stoppen. Ga ik echt een camera kopen. Want dan heb ik er ook de tijd voor. Wil ik meer gaan focussen en verdiepen in editen. In extra video's. Noem maar op. Dan heb ik gewoon niet dat gezeik de hele tijd. Ja, natuurlijk heb je een SD-kaart die vol kan gaan. Maar ja. Ik denk dat het gewoon veel makkelijker is. Kan ik ook gewoon mijn telefoon gebruiken terwijl ik aan het filmen ben. Dan heb ik er zelf ook veel meer zin in om er tijd in te stoppen. Want dan heb ik meer tijd. Dus daar heb ik heel veel zin in. Afgelopen week ben ik heel veel wezen werken. Echt 4 dagen. En heel veel wezen sluiten op werk. En dat was elke keer best wel laat omdat het heel mooi weer was. Toen was ik pas om 2:30 klaar. Echt meerdere keren. Ik ben naar het strand best wel veel geweest, omdat het heel lekker weer was. Ik heb vrijdag mijn verjaardag gevierd met al mijn lieve vriendinnetjes. Mijn vader ging barbecuen. En daarna lekker drankjes gedaan. En daarna hadden we nog een afscheidsfeestje van een vriend van ons die gaat naar het buitenland. Gisteren moest ik heel erg uitbrakken. Ik was zo brak. En daarna moest ik werken van 5 tot sluit. Toen vannacht hebben we nog even een sluitingsdrankje gedaan. Ben ik nog met Elise naar de Mac geweest. Was het ook heel laat voor ik thuis was. Dus je raadt het af. Vanochtend was ik wederom heel laat wakker om die reden. Ik had de wekker gezet om een beetje voor mijn vader te maken. En toen was ik weer in slaap gevallen. Gelukkig waren mijn ouders ook. S'nachts konden ze niet slapen. Dus die gingen ook pas later uit. En toen in de middag kwamen mijn zus en haar vriend. En toen hebben we weer gebarbecued. Heel lekker. Mijn oma kwam. Die zijn nu een tijdje weg. En nu ben ik aan het editen. En ik moet dus nog heel veel doen voor school. Dus ik twijfel of ik hem nu door ga halen of nu op tijd ga slapen en morgen de wekker vroeg zet. Want er moet gewoon nog heel veel gebeuren. Mijn verjaardag was trouwens echt heel leuk. Ik ben pas over 2 weken echt jarig. Alleen volgende week waren heel veel vriendinnen van mij op vakantie. En die week erna gaan er heel veel ook naar bij de Creek Festival. En de andere dag viert ook een vriendin van ons haar verjaardag. Dus ik moest het wel nu vieren. Ik ben echt heel erg dankbaar voor al mijn lieve vriendinnetjes die er waren. Het was echt heel gezellig. En ook wel een keer leuk om het zo te vieren. Het was echt perfect weer. Dus iedereen zat lekker in de tuin. En ja, het was gewoon heel leuk, heel chill. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. En heel gezegend mee. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het ondanks alles wel heel leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!